is echt nodig. Ik had het al direct na het vorige initiatief, de 0-1-10, zo van... Oké, wat is nu de volgende stap? Gewoon gezien het politiek klimaat vind ik dat super, super belangrijk. Ik ben een België lover, letterlijk en figuurlijk, in mijn privéleven ook. Dus ik vind dat heel logisch om daaraan mee te doen. Je merkt dat nu al zo, want dat is gewoon een goede ambiance. Ik ga mijn kinderen ook meepakken backstage en zo. Artiesten zetten er zo 50 bij elkaar. En dan wordt dat een heel gezellige bedoeling. Het leek juist een schilderij van Ensor. Daarnet al die figuren die hier op een rijtje zaten en zo. En dat maakt dat die mensen veel meer dan wanneer dat ze gewoon een concert doen op hun eentje of zoiets. Het feit van daar zo met 50 of 100 te zijn, dat maakt dat die sfeer super ontspannen is. En ik denk dat je dan die artiesten te zien krijgt op een manier dat je ze anders nooit te zien krijgt. Veel te klein. We moeten dringend nog een paar provincies annexeren rond ons. Nee, ik vind België echt een superland. Een heel grappig, bizar, surreëel, curieus gegeven. Maar ik wil dat zo houden. Ik vind dat een basisles in verdraagzaamheid. In met elkaar goed kunnen omgaan. Als je dat nog eens begint op te splitsen, dan zijn de fout bezig. Dan kunnen we even goed zo van... Wat is de volgende keer? De mannen tegen de vrouwen of de armen tegen de rijken of de doppers tegen de firma's of zo. Ik vind het gewoon absurd gelijk dat ze nu proberen een soort grens te trekken in het midden van een landje dat eigenlijk op zich behoorlijk schoon kan functioneren. Trouwens, er zijn genoeg andere problemen om zich met dit zogezegd probleem bezig te houden.